Lisandro Dupont. Dag Lisandro. Hallo. Live uit Ittigem. Ja. Er zit maar één probleem, man. Om 9:30 moet jij een opstel voordragen in het Frans. En dat gaat lukken, hè. Ja, ik denk het niet. Lisandro, ik denk het wel, hoor. Maar het lukt niet. Lisandro, jouw familienaam is Dupont van de Brug. Dus toch ideaal met een Franse familienaam. Dat is toch al een goed begin? Dus je kan beginnen. Bonjour, je m'appelle Lisandro Dupont. Toch al goed? Ja. Allee, probeer eens op de radio. Kom, we gaan hem even doen en we merken wel waar we uitkomen. Doe maar. Oké. Le Louvre est un des plus grands musées du monde suite dans le arrondissement de la capitale française, Seine. Il se trouve juste à de trois îles. Il, zeg misschien il. Dat is misschien beter. Isles zou ik niet doen. Dat is wat Engels zo. Doe il. Il. Doe il. Ja. La Joconde de Leonardo da Vinci. Mooi, Leonardo da Vinci. Echt waar, joh. Je gaat zien, bij Leonardo da Vinci dan gaan ze gewoon plat gaan. Ik zweer het je. Misschien nog een paar keer herhalen, Lisandro. Hey, nog een paar keer. Ja, en af en toe eens een Frans liedje zingen. Dus we gaan nu samen een Frans liedje zingen. De tekst is heel eenvoudig. Het is après toi. Dus gewoon après toi. Ja, zoals après ski, maar après toi. Allez. Après toi. Come on. Lisandro, sing along, baby. Chante avec. Ja. Après toi. Après toi. Après toi. Oh, goed gedaan, Lisandro. Komt goed, jongen. Succes, hè? Kom, even een baraksje. Yes, we can. Yes, we can. En zing maar mee van Après toi. Kom aan, komt-ie, hè? Après toi.